Voorzitter, we spreken vandaag van ons Indië. Ons Insulinde. Die prinses. Die minnares. Die geliefde van onze natie. Die belichaming van onze idealen. Die smaragd. Die archipel. Indië, waarmee wij 400 jaar innig verbonden waren. We spreken vandaag van dat grandioze project van schoonheid en eer dat ons volk zich daar ver weg aan de andere kant van de wereld, bewust van zijn pelgrimspositie door de eeuwen heen, vervuld van zijn missionarisrol in de meridionale delen van de wereld, op de schouder heeft genomen om ook hen die door geografie, genetica en geschiedenis niet de zegeningen van het Europese bestaan hebben overgeërfd gekregen, toch deelgenoot daarvan te maken. Inderdaad, om hen deelgenoot te maken van de superioriteit, de generositeit, ik durf te zeggen, de menselijkheid van het avondland. Dat was kolonialisme. Het is het grootste, het mooiste, het beste, in zekere zin zelfs het enige waarop wij echt trots kunnen zijn. Voordat u verder gaat, interruptie van de heer Seder. Voorzitter, ik heb even een punt van orde. De heer Baudet heeft vrijheid van meningsuiting. Maar volgens mij noemt hij net mensen uit Indonesië of uit Azië genetisch minderwaardiger dan Europeanen. Volgens mij kan dat niet, voorzitter. Ik zou ook willen vragen om de woorden terug te nemen of om anders in te grijpen. Zie ik, kunt u toelichting geven of u dit zo bedoeld heeft? Ik heb het niet gehad over meer of minderwaardigheid. Dus ik weet niet waar de heer Seder dat vandaan haalt. De heer Seder. Ja, voorzitter, voor mij heeft u dat ook gehoord. Heeft u het gehad over, over genetica? Misschien kan u dat toelichten, maar volgens mij, en volgens mij ben ik niet de enige die meekijkt, veronderstel ik dat hij vindt dat mensen uit Azië of Indonesië genetisch minder waardig zijn ten opzichte van Europeanen. Voorzitter, volgens mij kunnen we heel veel zeggen, maar dat niet hier. Nou, volgens mij mag je hier alles zeggen, maar dat is niet mijn mening. Dus dat is het in het hoofd van de heer Seder, maar niet in mijn hoofd. Ik kan ook de zin herhalen, misschien dat... Ja? We spreken vandaag van dat grandioze project van schoonheid en eer, dat ons volk zich daar, ver weg, aan de andere kant van de planeet, bewust van zijn pelgrimspositie door de eeuwen heen, vervuld van zijn missionarisrol in de meridionale delen van de wereld, op de schouder heeft genomen om ook hen die door geografie, genetica en geschiedenis niet de zegeningen van het Europese bestaan hebben overgeërfd gekregen, toch deelgenoot daarvan te maken. Ja. De heer Kusu. Dus ja? Er zijn drie elementen volgens mij die anders zijn dan de Europeanen. Je hebt natuurlijk de erfelijkheid. Wij zijn Nederlander geboren. Zij zijn niet als Nederlander geboren. Ze hebben een bepaald andere geschiedenis, andere cultuur. En ze wonen in een ander deel van de wereld. Dat zijn volgens mij drie elementen die een ander volk voorzitter, en dan gaat het maken. Erom dat wij dat moeten overdragen. Ja, heer Kusu. Dat wij vanuit het Westen, vanuit hier, zouden moeten overdragen aan die landen. En dat is gewoon ronduit racistisch. Dat gaat over het wegzetten van mensen als genetisch minderwaardig. Voorzitter, ik eis dat wordt teruggenomen. Ik ga even de heer Baudet vragen. Heeft u bedoeld zoals de heer Kusu dat net formuleert? Absoluut niet. Ik zal zelfs zeggen, in tegendeel, zoals ook het rest van mijn speech zal blijken, is het een lofzang op al die fantastische volkeren die daar woonden, nog steeds wonen, en waar Nederland een innig verbond mee had. En dat andere volkeren waren met een andere etniciteit. Heel verschillend ook. Molukkers, heel anders dan Java. Noem het allemaal op. Papua's. Dat is een gegeven. Maar het is voor mij in tegendeel. Het gaat niet om meer of minder waardigheid. Ik benoem de verschillen. Ja, even voldoende hierover. Ik wil u vragen wel voorzichtig te zijn met uw formulering. Als ik kijk ook naar de reacties van de collega's, is dat echt op een bepaalde manier overgekomen. Dus ik wil echt u wijzen op dat hier in de Kamer de waardigheid belangrijk is en om niet andere volkeren als meer of minder waardig te zien. Maar u heeft aangegeven dat u dat niet zo bedoeld heeft. Dus ik stel voor dat u uw betoog vervolgt en let op de woorden. Dan gaat u verder. Nee, we gaan nu verder. Dan schors ik de vergadering even voor een moment.
vergadering weer. Ik wil aan de heer Baudet expliciet vragen of hij met zijn betoog niet bedoeld heeft dat een ander volk minderwaardig is. Ik wil daar graag een ja of nee, want anders moet ik u vragen om uw woorden terug te nemen. Ik heb dat niet bedoeld en naar mijn stellige overtuiging ook niet gezegd, niet geïmpliceerd. Het is ook niet wat ik vind. Het heeft niets te maken met mijn visie en mijn woorden enzovoort. Okay. Dan stel ik voor dat u uw betoog vervolgt, dank u wel. Maar wel in alle voorzichtigheid, gezien de reacties ook van de collega's. We gaan nu verder. Ja. Het kolonialisme... Interruptie, de heer Brekemans. Heeft de heer Baudet bedoeld, omdat hij heel duidelijk het onderscheid maakt tussen geografie en genetica, dat volken genetisch niet bepaalde zegeningen hebben? Nee, wat... Het gaat mij om dat Europeanen als Europeaan zijn geboren op een bepaalde plek. En dat is een biologisch gegeven, daar kan je toch niks aan veranderen. U bent ergens geboren, ik ben ergens geboren, zij zijn ergens anders geboren. En zoals ook blijkt uit de rest van mijn betoog, Europa is natuurlijk qua ontwikkeling, technologisch, qua landbouwontwikkeling, medicijnkunst, in veel opzichten veel sneller en verder ontwikkeld geweest. En dat iemand ergens wordt geboren, bepaalt waar zijn wieg staat, bepaalt wat voor een soort levenskansen die persoon heeft. Ik begrijp niet waarom dat een controversiële opmerking zou zijn. Tot slot de heer Brekemans. Kijk, als de heer Baudet zegt dat sommige mensen worden geboren in een modernere samenleving, omdat die verder zijn qua wetenschap en technologie, of worden geboren in een andere geografie, dat zegt hij, hè, geschiedenis, geografie, dat zijn die eerste twee. Maar hij voegt daaraan toe heel expliciet genetisch. En dan vraag ik aan de heer Baudet wat dan de zegening is die wij genetisch hebben meegekregen, die iemand die in Indonesië of in Azië wordt geboren niet heeft. Waarom is het voor hem nodig om bovenop geschiedenis en geografie om nog het woord genetisch daaraan toe te voegen? Heer Baudet. Ja, ik had ook afstamming of familiestamboom kunnen zeggen. Als dat op een of andere manier uw obsessie met dit onderwerp rustig worden, wil ik dat ook prima doen. Het jammere is dan natuurlijk dat er geen alliteratie was geweest. Drie woorden met een G. En dan familiestamboom, oké? Okay? Ja, u volgt weer uw betoog. Is dan de stress wat gedaald voor het verboden gedachtegoed dat mogelijk zou zijn geuit? Het kolonialisme is het grootste, het mooiste, het beste, in zekere zin misschien zelfs het enige waarop wij echt trots kunnen zijn. Die wereldomspannende avonturen, dat laatste opgloeien van ons werelddeel om als een supernova, een stervende zon, nog eenmaal alle uithoeken van de planeet te verwarmen, voordat wij in de huidige contractie, de huidige krimp, terechtkwamen en ons als het ware terugtrokken om in ons holletje te sterven. Wanneer het springtij der wereldvolkeren ons, de contrapuntische mensen, de muziekmensen, de kathedraalbouwers, de uitvinders, de glas-in-lood-mensen. Ja, wanneer het springtij van de anderen, wanneer de demografische herfst, te midden waarvan wij nu leven, te midden waarvan men nu excuses voor ons bestaan wil aanbieden, ons volledig zal hebben overspoeld, dan zullen ook dan mijn woorden geboekstaafd blijven. Ook dan zal het voor altijd onder de sterren zijn geweest. Dit laatste eerbetoon van vandaag, deze slotgroet aan wat ooit was, deze elegie. Voorzitter, op dit ondergaande schip dus spreek ik mijn woorden van liefde voor het kolonialisme, voor Indië en het grootste dat daar werd verricht. Voor de poging om onze volkeren, de Aziatische woudmensen enerzijds, de stammen in de bossen van Borneo, de Papua's van Nieuw-Guinea, de Balinese prinsen, de Ambonese, de Molukkers, de Javaanse ondernemers, de geestdriftige strijders van Atjeh, om al die kleurrijke volkeren te laten samengaan in synergie met de Hollandse handelsgeest en het VOC-vernuft. Wat Nederland wilde was een soort commonwealth creëren, een gemenebest, waarin we in vriendschap en gelijkwaardigheid samen zouden kunnen blijven optrekken in de geschiedenis. Zoals was uitgesproken door koningin Wilhelmina in haar decemberrede van 1942. Zoals tot uitdrukking kwam in het akkoord van Lingajati van 1947.
Het is mijn opvatting dat Nederland hierin een prachtig project op de schouders had genomen. En dat het een tragedie is dat dit mislukt is. Dat het niet zo mocht zijn. Met name vanwege de Amerikanen die de Marshallhulp conditioneel maakten voor het opgeven van onze inmenging daar. En het is een tragedie voor zowel ons als voor de Indonesiërs. En tegen die achtergrond bezie ik dit onderzoek dat volgens de woorden van de onderzoekers antwoord geeft, ik citeer, op de vraag naar de aard, omvang en context van het Nederlandse geweld. En ik bezie dat onderzoek als eenzijdig, als onzinnig zelfs en als vooringenomen. Een beetje zoals het IPCC, het klimaatpanel, dat onderzoek doet naar de menselijke invloed op het klimaat, in plaats van naar alle factoren die van invloed zouden kunnen zijn op het klimaat. Als je je onderzoek al zo afstelt van tevoren, dan weet je al wat de uitkomst zal zijn. Dan weet je al, dan doe je dat met de bedoeling om a priori, eigenlijk een punt dat je a priori vindt, te bewijzen. Namelijk, dat is wat overduidelijk blijkt, dat Nederland geen recht had om op te treden. Of misschien zelfs, laat staan een plicht. Het boek is geschreven, het onderzoek, met het doel ons te kastijden. Maar wat had Nederland dan moeten doen? De moordpartijen van de opstandelingen maar gewoon laten voortgaan? De Javanezen, zomaar de macht geven over ons eilandenrijk? De Molukkers, de Papua's, de Balinezen aan hun lot over moeten laten? Als Nederland veel harder had opgetreden, dan hadden we de kolonie kunnen behouden en al die prachtige volkeren van de archipel kunnen opstuwen en meenemen in een gezamenlijke nieuwe bloeitijd. Was dat niet veel beter geweest? Ik droom van die alternatieve geschiedenis.